Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rondreizen. De kenners hebben het misschien al herkend. Voor wie het niet weet, dit is Haarlem. En die stad gaan we vandaag ontdekken. En dat begint dus op het water. En misschien is deze stad dan wel op haar mooist. Want mooie grachten, fijne terrasjes en monumentale gebouwen trekken aan je voorbij. Fijne inspiratie dus voor als je een uurtje later voet aan wal zet. Ik heb Katootje vandaag thuis gelaten, maar ik ben wel op de botermarkt. De botermarkt was van oudsher een zuivelmarkt. Nu is het iedere dag een themamarkt. Maar waar de botermarkt ook bekend om staat, is de gezellige cafés die hier zijn. De Roemer, de Linde, de Goot. Dus een heel, heel gezellig plein. Achter me zie je drogisterij Van der Piggen, sinds 1849. En het gekke is, daarnaast zie je een enorm gebouw. Dat was de V&D. En die bouwde dat in 1932. En er stond een aantal van die huizen, net als Van der Piggen. Alleen, Van der Piggen liet zich niet uitkopen. Die bleef gewoon zitten waar die zit. Dus wat deed V&D? Die bouwde dat enorme gebouw rondom Van der Piggen. En het ironische is, V&D is failliet, Van der Piggen zit er nog. Vlak achter de Grote Markt vind je de 7 gouden, pittoreske winkelstraatjes van Haarlem. Als je zin hebt om te shoppen, dan raad ik je aan hier naartoe te gaan. Geen grote ketens, maar enkel onafhankelijke winkeltjes in allerlei categorieën. Kijk, dit is nou zo'n winkeltje wat ik bedoel in die 7 gouden straatjes. Een klein winkeltje en het gaat alleen maar over klein vak en huiselijk gemak. Schoonmaakspullen dus, voor in je huis. Mocht je aan de gang willen, ik denk dat je het hier wel zult vinden. Zo'n stadswandeling maakt natuurlijk hongerig. Dus trakteer ik mezelf op een uitsmijter bij Restaurant Park. Om vervolgens via de omvalspoort, zo'n beetje het smalste steegje van Haarlem, bij het Frans Hals Museum te belanden. Er is een aantal bijzondere musea in Haarlem. Het Tijlers Museum, het Historisch Museum, het Architectuurmuseum, maar ook het Franse Hals. Die schutterstukken, je weet niet wat je ziet. Het was een mooi dagje Haarlem. En wat doe je aan het einde van zo'n dag? Dan ga je lekker uitrusten, uitpuffen op het terrasje. Waar beter dan hier op de oude Groenmarkt achter de Grote Kerk? Ik ga alvast een drankje halen. En terwijl ik dat doe, kunt u kijken naar de Noorse cruise van Bert.